Laatste dev-video. Je weet het maar nooit. Het college van aanstaande maandag is anders dan de colleges die we tot nu toe gedaan hebben. Jullie gaan op pad, jullie gaan op bezoek bij het Art Center in Delft. Als voorbereiding daarop wil ik dat je deze video kijkt, waarin ik uitleg wat je daar gaat doen, waarom we daar langs gaan en ook de opdracht die hier aan vastzit en wat dit betekent voor je ontwerpverslag, wat je in moet gaan leveren. Ook wil ik dat je twee andere video's kijkt. Ik zal in deze video op momenten zeggen, ga nu verder kijken. En we beginnen daar direct mee. In het Art Center in Delft staan een aantal van de strandbeesten van Theo Jansen opgesteld. Daar gaan jullie straks langs. En om te beginnen wil ik dat je een video kijkt. Link staat hieronder en is onderdeel van de playlist waar deze video ook onderdeel van is. Over de strandbeesten. Dit is een video die Theo Jansen, een presentatie die Theo Jansen gaf op TEDx Delft een aantal jaar geleden. Kijk er even naar. Gezien, ik vind het heel mooi om te zien, hè, we hebben simuleren vorige week gehad, dat iemand is een kunstenaar als Theo Jansen, maar die ook heel duidelijk ingenieursskills gebruikt, dat hij dus ook aan het simuleren was op basis van software van hoe maak ik die poot nou? Zo goed mogelijk dat hij daadwerkelijk de beweging maakt die ik wil. Dus eerst simuleren voordat hij maakt. En dan eerst een keer proberen en dan die simulatie weer aanpassen. Mooi om te zien hoe zo'n kunstenaar met ingenieursvaardigheden ook simulatietechnieken gebruikt. Hele oude op een Atari. Dat is echt heel lang geleden. Ik heb er nog eentje staan in mijn museum beneden van oude computers. Maar Theo Jansen gebruikte dus ook simulatietechnieken. Theo Jansen maakt zijn strandbeesten vanuit een kunstenaarsoogpunt. En als je ze gezien hebt straks, dan zal je misschien ook denken, ja, die dingen zijn mooi. Daar zit een esthetisch aspect aan. En bij ontwerpen wordt natuurlijk snel en vaak nagedacht over dingen mooi maken. Nou, ik hoop dat jullie de afgelopen 2 jaar in het geven van Design Engineering voor Fysici hebben opgeleid dat ontwerpen over veel meer gaat dan alleen maar dingen mooi maken, gelukkig. Het gaat over een systematische manier. Heb je. Het gaat over een systematische manier om keuzes te maken die leiden tot een gewenst resultaat. Vaak in het geval van natuurkundigen, een meetapparaat wat doet wat je wil. Maar dat betekent niet dat esthetiek of hoe iets eruit ziet geen onderdeel van ontwerpen is. Elke keuze die je maakt die niet te maken heeft met de functionele aspecten van je ontwerp zou je esthetisch kunnen noemen. Waarom kies je voor een grijs doosje of een houten doosje of een et cetera? Welke kleur laat je het zijn? Welke vorm heeft het? Dat zijn esthetische aspecten. Je gaat die beslissingen ook als natuurkundig ingenieur soms moeten maken. En dan is het maar goed om te weten dat ze er zijn. Wij leiden jullie terecht niet op om daar expert in te worden. Maar het is wel belangrijk om te weten dat het een onderdeel van je werk kan zijn. Om daar rekening mee te houden of om dat af en toe langs te zien komen. Mooi voorbeeld trouwens, dit is onze reactor in Delft. De onderzoeksreactor waar de natuurkundigen hun werk doen. En die is heel functioneel. Het is gewoon puur alleen maar gekeken naar, oké, wat hebben we nodig? We hebben een koepel nodig, we moeten die straling binnenhouden. Nou, wat is dan de meest functionele vorm? Nou, bam, klaar. Dat hoeft niet. Dit is ook een onderzoeksreactor. Deze foto heb ik van Wim Bouwman gekregen. Die is op bezoek geweest bij deze reactor. Dat hele ding op het dak heeft geen functie. Misschien niet met wind en koeling, maar dat had op 20 andere manieren gekund. Dus dan heeft een architect nagedacht over hoe kunnen we ervoor zorgen dat hetgene wat functioneel is, een onderzoeksreactor, toch in het landschap niet super lelijk is. Nou ja, of dit lelijk is, daar kan je over twisten, maar er is in ieder geval over nagedacht. Iemand heeft haar of zijn smaak hierop losgelaten. Jullie hebben heel veel ontwerpvrijheid die niet per se de functionele aspecten van jullie meetapparaat gaan beïnvloeden. Ik wil dat je naar de aspecten van het strandbeest van Theo Jansen kijkt, als je daar straks bent, en dan nadenkt over wat is hier nou functioneel en wat is hier esthetisch. Welke aspecten die hierop zitten hebben geen functie, maar zijn mooi. Welke onderdelen zijn dat? Doe dat als oefening voor jezelf. Dat is de oefening voor vandaag op het gebied van esthetisch. Gewoon even nadenken. Oké, wacht. Dit onderdeel. Ja, hier heeft hij iets gekozen. Ja, dan had hij 100 andere dingen kunnen kiezen, maar dat draagt niet bij aan de functie. In je ontwerpverslag wil ik dat je één korte paragraaf schrijft over esthetische keuzes die je maakt.
Waar je zegt, deze keuzes hebben we gemaakt, die hebben geen enkele invloed op de werking van het apparaat. Maar we maken ze omdat we het mooi vinden of omdat we het apparaat mooier willen maken. Dit is wat we daar kiezen. Hou daarbij natuurlijk rekening met alle andere randvoorwaarden. Het mag niet zo zijn dat je esthetische keuzes ervoor zorgen dat het apparaat niet meer bruikbaar is. Er zijn te veel designdingen waar te veel voor betaald wordt die niet goed doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen, omdat ze te mooi gemaakt zijn. Dus geef in een korte paragraaf, klein stukje tekst in je ontwerpverslag aan. Dit zijn keuzes die we gemaakt hebben omdat we het op die manier mooier maken, niet omdat het bijdraagt aan het ontwerp. En dan zit er nog een aspect aan de strandbeesten waar ik vandaag bij stil wil staan. Een belangrijk aspect als ingenieur. Die strandbeesten zijn gemaakt van plastic. Plastic op strand. En dat doet natuurlijk in de huidige tijd een andere vraag oproepen. Want plastic in water is een heel groot probleem. Kijk ook even naar deze video van nu alweer 10 jaar geleden. Ook op TEDx Delft van Bojan Slat. Ja, gezien? Ondertussen zijn we 10 jaar verder en zijn die dingen er. Hè? Nou, dat hebben jullie waarschijnlijk in het nieuws wel meegekregen. De Ocean Cleanup heeft daadwerkelijk drijvende objecten gemaakt die plastic uit de zee vissen. Theo Jansen maakt plastic objecten die vlak bij de zee staan. Is dat wel goed? Moet je dat wel willen? Ik bedoel, het is mooi. We worden vrolijk van ze zien. Maar ja, je ziet in die films, die ze ook af en toe omvallen. Dan breken spullen af. Die worden door de zee meegenomen. Moeten we daar wel blij mee zijn? Nou, dat is het soort ethische vragen waar je in het vak ethiek in het derde jaar bij stil gaat staan. Maar het is belangrijk om je te realiseren dat je als ingenieur in een ontwerpproces ook keuzes maakt die de duurzaamheid van whatever je aan het ontwerpen bent beïnvloeden. Er zijn een flink aantal verschillende manieren om de duurzaamheid van een ontwerp rekening mee te houden. Een van de belangrijkste en bekendste manieren is wat ze life cycle assessment noemen. Bij life cycle assessment ga je na. Oké, ik ben dit aan het maken. Als het straks klaar is, dan zijn dit alle materialen die erin gaan. Wat is de impact op het milieu van deze materialen? Hoeveel CO2 kost het om deze materialen uit de grond te halen? Hoeveel CO2 kost het om ze te verplaatsen? Dat is als je naar CO2 kijkt. Maar je kan ook kijken naar hoeveel energie kost het. Of hoeveel gevaarlijke stoffen levert het op. Dan allemaal verschillende lenzen van duurzaamheid waarmee je naar een ontwerp kan kijken. Ik kijk dan naar elke stap van de levenscyclus van productie tot via gebruik tot en met vernietiging van een apparaat om te kijken wat de environmental impact is. Het probleem met life cycle analysis voor natuurkundigen is dat het ervan uitgaat dat je een product ontwerpt dat gebruikt wordt en daarna vernietigd wordt of gerecycled. En dat je op basis daarvan keuzes gaat maken. Oké, het is duurzamer om dit materiaal in het product te doen. Of het is duurzamer om het op deze manier te recyclen. In ons dagelijks werk hebben we niet zo heel vaak te maken met dat soort problemen. Wat bij ons heel veel gebeurt, is wij ontwerpen een meetopstelling. Om een nieuwe meting te doen. Het apparaat wat we daarmee maken, zouden we best 30 jaar lang kunnen gebruiken om te meten. Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Want zodra we die metingen gedaan hebben, misschien een paar keer herhaald hebben voor controles, gaan we verder. En dan gaan we verder met een nieuwe meting. En dan is dat apparaat wat in principe nog helemaal goed is, nog meer metingen zou kunnen doen, is klaar. Dat is economisch klaar, zou je kunnen zeggen. En dan hebben we dus een probleem als dat apparaat alleen maar daarvoor bruikbaar is. Als je het niet, bijvoorbeeld niet in onderdelen uit elkaar kan halen en die onderdelen kan hergebruiken. Nou, als jullie door de gangen van het natuurkundegebouw gaan lopen, later in je carrière, bij onderzoeksgroepen langs gaan, dan zal je best vaak zien dat er apparaten gemaakt zijn, heel specifiek voor één meting. En als die meting klaar is, is dat apparaat ook klaar. Maar gegeven hoe het apparaat gemaakt is, ja, kan je er daarna niet zoveel meer mee. Ik vind het belangrijk dat jullie nadenken over, oké, ik maak nu dit meetapparaat, maar als we klaar zijn met de meting doen, wil ik het weer uit elkaar kunnen halen. Dat betekent dat je dus liever klikverbindingen gebruikt die je weer open kan maken, dan dingen vastlijmt. Liever kabeltjes gebruikt die je in een breadboard steekt, dan dat je dingen vastsoldeert.
Op die manier kan je dingen weer in hun onderdelen uit elkaar halen. Vandaag wil ik dat je als oefening naar de objecten van Theo Jansen gaat kijken en analyseert welke onderdelen van dit strandbeest zou ik anders maken als ik wist dat ik hem weer uit elkaar zou moeten halen nadat ik hem gebruikt heb. Hoe zou ik dat doen? Ga daarover nadenken als oefening. Daar hoef je verder niks voor in te leveren. Het is gewoon een mentale oefening voor jezelf. Als je dat gedaan hebt, pas dan toe wat je geleerd hebt. Pas dat dan toe op je eigen ontwerp. Schrijf een paragraaf in je ontwerpverslag waarin je aangeeft welke beslissingen je gemaakt hebt die ervoor zorgen dat jullie apparaat, jullie meetapparaat, na afloop van DEF 2 uit elkaar te halen is en dat de onderdelen die je gebruikt herbruikbaar zijn. Schrijf dat expliciet op. We kiezen ervoor om dit te doen in ons ontwerp, zodat het herbruikbaar is. We kiezen ervoor om dat niet te doen, zodat het herbruikbaar is. Dus in je ontwerpverslag, naar aanleiding van vandaag, komen er twee paragrafen. Eén paragraaf geef je aan welke beslissingen je gemaakt hebt, die puur over de esthetiek gaan en die niet gaan over de functionele eisen van het ontwerp. En één paragraaf geef je aan welke keuzes je gemaakt hebt in je ontwerp die ervoor zorgen dat je ontwerp uit elkaar te halen is, demonteerbaar is, zodat de onderdelen herbruikbaar zijn in een volgende meetapparaat. Heel veel plezier als jullie straks bij het Art Center de objecten van Theo Jansen mogen gaan bekijken. Ik wil zeker weten dat je geweest bent, dus er wordt een aparte assignment geopend. Daar upload je een selfie van jezelf met een strandbeest. Dat is voor mij het bewijs dat je daar geweest bent. Dat is een individuele assignment. Dus zorg ervoor dat je een selfie van jezelf in het Art Center met een strandbeest upload. Ik zal ze verder nergens voor gebruiken. Ze zijn puur alleen maar als bewijs dat je er geweest bent. Als je dat gedaan hebt en erover nagedacht hebt, ga met je groepje schrijven aan die twee extra paragrafen voor je ontwerpverslag. Heel veel plezier. Hopelijk tot snel.